Hallo allemaal, ben ik weer. Nou, een aantal van jullie weten dat ik een sugar daddy heb. En mijn sugar daddy is altijd heel goed voor mij. Hij heeft nu weer zijn zorgtoeslag gekregen. Dus dan krijg ik weer een cadeautje. Dit keer kreeg ik €7,50 van hem. Heel lief. Ja, hij hintte een beetje op het feit dat ik vorige keer waren we aan het praten. En ging hij me masseren, want ik had pijn in mijn nek. Maar toen zag hij dat mijn lingerie een beetje verschoten was. Dus hij zei, ga maar lekker even shoppen. Dus ik had die €7,50 gekregen en het weekend staat voor de deur. Dus ik dacht, ga lekker shoppen naar de kringloop. En daar heb ik wat leuke dingetjes gekocht. Ik wil trouwens zeggen dat ik deze filmpjes dus niet maak om mensen jaloers te maken. Want iedere keer als ik over mijn sugar daddy vertelde, krijg ik haatreacties. Daar is het echt niet voor bedoeld. Ik gun iedereen een sugar daddy, snap je wat ik bedoel? Alleen, ja, ik weet ook niet waarom ik het geluk heb en jij niet. Het eerste pakketje. Kijk, het pak is altijd heel leuk in. Bij de kringloop. Dit is een panty. Ik dacht wel leuk. En het is koud. Er zit een kleine ladder in. Maar ja, daarom was hij ook maar €1. Hier een hele mooie heupsleep. Moet je kijken met kans. Wel een beetje verschoten. Hier en daar een gaatje. Maar goed. Kan ik wel weer een paar keer mee verschijnen, denk ik. Normaal hou ik van vleeskleurige correctieslips. Dit is een zwarte. Helaas hadden ze niet vleeskleurig met een absorberend kruisje. En deze heeft zo te zien wel zijn werk gedaan. Dus ja, dan krijg je een heel mooi figuur. Nou, ik voel me weer enorm verwend door mijn sugar daddy. En ja, ik ga me lekker optutten en omkleden. Dan ga ik vanavond even lekker een biertje bij hem drinken, gezellig. Ik wens iedereen een heel mooi weekend.